We hebben nog meer tegels, dus dan wel een keer meer gekregen, zeg maar. Omroep Dommeland Nieuwsflits. We gaan op stap met de tegeltaxi. En de tegeltaxi, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is de eerste keer vandaag. En dat betekent dat mensen die hun tuin willen vergroenen, tegels eruit halen, groen terugzetten. En als gemeente gaan we die tegels ophalen met de tegeltaxi. Nou, dat is hartstikke mooi, dus we hebben de primeur. We hebben primeur, zeker. Wat was de reden dat je gebruik hebt gemaakt van deze actie? De reden is natuurlijk, is ideaal en sowieso een goed initiatief. Maar we hebben nog meer tegels, dus dan wel een keer meer kunnen, zeg maar. Oh, kijk aan, die komen allemaal van achter. Ja, helaas hoorden we te laat, anders dan hadden ze de tuin mee mogen nemen. Oké, okay. Dit is maar een klein gedeelte. Dit is maar een klein gedeelte, ja. Ja. Maar het is wel de bedoeling dat er alles uitgaat. Alles gaat eruit, komen wel met tegels weer opnieuw, maar het wordt meer groener dan het eerst was, zeg maar. Okay. We hebben vandaag 3 adressen, ja? Dus 3 mensen die zich gemeld hebben. En voor de volgende ronde, dat is 6 mei, kunnen mensen zich weer opnieuw melden. Oké, okay, want ik denk dat het zich even moet verspreiden en dat er dan meer mensen gebruik van gaan maken. Ja, dat verwacht ik eigenlijk wel, want het is natuurlijk een mooie service, hè? Inderdaad, ja. Ja, dus als je je tuin wilt vergroenen en je tegels kwijt wilt, nou, dan bel je de gemeente. We hebben 5 rondes dit jaar. 5 rondes? 5 rondes, ja. Okay. Ja. Dus op 5 momenten kunnen tegels opgehaald worden. Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat het een succes wordt. Ja, hoop ik ook. Oké, okay, ja, dank je. Mooi. Ik heb een aantal dingen geregeld rondom de tegeltaxi, waardoor die nu rijdt. Ja. Oké. Wat hopen jullie te bereiken? We hopen natuurlijk te bereiken dat veel bewoners hun tuinen gaan vergroenen. Dus tegels eruit en plantjes erin. Ja, oké. Groen is leuk, maar het heeft nog een reden, toch? Een doel? Het heeft zeker een functie. Groen is natuurlijk mooi en fijn, maar het is ook koeler in de zomer wanneer het heet is. Het laat beter water door dan tegels. Het heeft eigenlijk allerlei voordelen. Dus vandaar dat we hopen dat mensen gaan vergroenen. De tegels, waar gaan die heen? Die gaan naar de milieustraat. Dus die gaan naar waar normaal ook het afval gebracht wordt door inwoners. Daar brengen we de tegels ook naartoe. En dan wordt later gewoon met de puin afgevoerd. We zijn natuurlijk enthousiast over elke tuin die wordt vergroend. En alle steentjes helpen. Alle beetjes zijn meegelopen. Alle steentjes dragen bij. Oké, dankjewel.